Ja, daar is hij weer. De Piepshow. En we gaan knalhard gewoon van start. Uh, met uh, vooral heel veel uh, discussie, gepraat, nieuws uh, over uh, de aankoop van Activision Blizzard door Microsoft. Je weet het, uh, die is, uh, moet eigenlijk in al die landen en territoria moet dat apart goedgekeurd worden. En het loopt een beetje spaak in de UK. En daar moeten we het zeker even over hebben. Want er gebeuren wel echt wel een aantal opmerkelijke dingen. En Boris kwam nog met een last-minute appje. Uh, ik ga nog niet vertellen waar het over gaat. Maar je wordt er niet vrolijk van. Dat sowieso. Um, dus dat doen we lekker helemaal aan het eind. Het depressieve gedeelte wat dat betreft. wat je wil op een depressieve noot afsluiten. Dat ja, nou, iedereen ja, wel met een kutgevoel naar huis En gaan. met een kutgevoel ja. even naar huis sturen. Ja. Um, laten we beginnen inderdaad met iets. Uh, ik heb weinig gevolgd tijdens mijn vakantie. Eigenlijk helemaal niks. Uh, Tot ik thuis kwam en ik zag: ik volg een aantal van die mensen, die ja, analisten, die echt de game industrie in de gaten houden. En daar kwam allemaal één ding naar boven. En dat ging over. De aankoop van Activision Blizzard door Xbox. Nou, iedereen weet of door Microsoft. Iedereen weet dat dat aan de hand is. En wat is dan zo'n zo zo koop? Zo'n een, een, een multimedia of een multi, uh, ja, gigantisch bedrijf wat aan een ander bedrijf koopt. Dat moet dan goedgekeurd worden door al die. Landen. Ik weet niet, volgens mij in Europa doet de, de EU dat dan, maar uh, UK, UK moet het bijvoorbeeld apart doen. En dat gaat er dan om dat ze niet willen dat één groot bedrijf binnen een bepaalde tak een monopolie krijgt, zodat er geen concurrentie meer is en dan ben je als, als, als consument ben je de lul. Nou goed, in principe tot nu toe loopt dat proces eigenlijk allemaal wel redelijk soepel. Ik, het is niet dat ik er nou heel veel uh, over uh, hoor. Maar daar was opeens de British Coffee. Ik moet even in mijn bellen verkopen. Ja. Stik je, je stikt niet je eigen koffie. Ah, nou ja, als jij dus gewoon al rustig onder, 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 onder de desk doodgaat, dan gaan oh. Boris en ik wel gewoon door. COVID-lungo. De uh, um, British Competition and Markets Authority, de uh, CMA, uh, die heeft nu vragen gesteld bij uh, deze aankoop. Hij heeft eigenlijk gezegd tegen Microsoft uh, van ik wil gewoon een aantal vragen beantwoord zien. Want dit neigt volgens ons toch wel naar het verkrijgen van een monopolie positie. En op het moment dat dat bericht naar buiten kwam... Um, ja, waren er rapen gaar op social media, uh, want iedereen hand, had het erover. Uh, en dan kreeg je ook weer de, de, de Sony-ponies tegen de Microsoft's. Uh, Uiteraard. Um, hard tegen hard. Um, en ik vond er toch wel een aantal opmerkelijke dingen uh, tegen. En een van die dingen die ik bijvoorbeeld opmerkelijk vind, vond dat ik het gewoon een, een, een best wel een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje. Een rare manier van communiceren van de CMA. Want bijvoorbeeld, hier zeggen ze: bijvoorbeeld... Activision has some of the world's best-selling and most recognizable gaming franchises, such as Call of Duty en World of Warcraft. De uh, CMA is concerned that if Microsoft. En dit is door de CMA zelf naar buiten gebracht, hun persbericht. De CMA is concerned that if Microsoft buys Activision Blizzard, it could harm rivals, including recent and future entrants into gaming, by refusing them access to Activision Blizzard games, on providing access to much-watch terms. Oftewel. Microsoft zou gebruik kunnen maken van die grote licenties die iedereen wil hebben, door te zeggen, ja, betaalt er meer voor. En bij ons komt die gewoon op Game Pass uh, gratis vanaf dag 1. Dat is oneerlijk. En op een gegeven moment zat ik te lezen. En daar staat hier opmerkelijk, Microsoft, oh, nee de CMA has also received evidence about the potential impact of combining Activision Blizzard with Microsoft's broader ecosystem. Microsoft already has a leading game console. Dat vind ik gek. Ze hebben helemaal geen leading game console. Weet je wel? wat het is? Nee. en waarom Lekker, ik nog ze staan derde ja, Maar ik denk niet dat het letterlijk is. Nee, het is maar gewoon goed. een van de grote game consoles. Uh, laat ik het dan meteen even een, een extra lading aangeven. Het verhaal ging dat Jim Ryan mm -hmm. uh, zijn vriendjes bij de CMA een beetje heeft uh, gekieteld. Van hey, uh, help me out. Ja. in deze logisch. Ja, dat is hoe politiek werkt. Dat ja. is hoe politiek werkt en. Uh, de, de doelstelling van de CMA is om de consument, dus uh, te zorgen dat de competition blijft. Mm -hmm. Maar heel veel mensen zeggen: het lijkt er nu al op alsof ze de competitors aan het beschermen zijn. Of ze zijn Sony aan het beschermen tegen de aanpak van Microsoft, namelijk om uh, content te vergaren zodat ze het op Game Pass kunnen zetten. Ze dus met een nieuw systeem. Maar het, het is toch ook. Kijk, dat, laten we zo zeggen: Microsoft is een partij die al redelijk wat geschiedenis heeft als het gaat om marktmanipulatie. Zeker. En, ook uh, Ach, tegen de regels, ja, maar ook tegen de regels, uh, tegen de regelgevers is mm -hmm. aangelopen. Uh, weet je, we hebben uh, op een gegeven moment al verhalen: het Microsoft dat opgebroken moest worden. Uh, we hebben in uh, Europa die beroemde zaak gehad van uh, Internet Explorer, geloof ik, die bij Windows geleverd werd. Ja. Wat tot een soort miljardenboete geleid heeft, volgens mij heeft Nelly Smit Kroes dat nog voor elkaar geboxt. Um, Microsoft is gewoon hoge bomen vangen veel wind. En, Zeker? Dat, uh, en misschien wat de, in die zin wel de hoogste bom. En weet je, ik, ik vind al die argumenten ontzettend gezocht, mm -hmm. maar. Ja, ik had er nog wel tien kunnen verzinnen, weet je. Ja. Ik bedoel, kijk, het is natuurlijk, stel je voor dat jij een battle, je bent een indie studio en je wil een battle realistische, semi-realistische battle royale game op een groot eiland uh, uh, bouwen, weet je. Nou, dan ben je dus direct met Warzone aan het concurreren. En je of met wil die, Fortnite. Of met Fortnite, maar goed, je wil die game graag uitbrengen op de, op de Xbox. Uh, groot succes en Microsoft heeft zoiets van, nou ja, pff weet je wat, we zetten je helemaal onder aan de zoekresultaten... of misschien uh, gaan we je tegenwerken... of misschien mm -hmm. hebben we zoiets van, uh, weet je wat... je mag erop, maar dan gaan wij een overnamebod doen... of weet ik veel wat, weet je. Ik bedoel, je, je bent van Microsoft afhankelijk... en Microsoft is of ook je, een of concurrent. Of je gaat er juist af, zodra ze een eigen, uh, een eigen variant hebben natuurlijk. Dat zou kunnen, ja. Het, waar het hier nou allemaal om, om draait is... dus wat, wat is Microsoft van plan met... Activision, Blizzard en met de aankopen die ze gedaan hebben. Nou, Phil Spencer heeft aangegeven... Want eigenlijk moeten ze aangeven uh, van... Wij willen geen monopolie, sterker nog. Uh, wij willen de games zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk gamers, dat ze zeggen. We willen zoveel mogelijk gamers uh, dat die het kunnen spelen via game, game Pass. Dus dan hoeven ze geen dure games te kopen. Ze kunnen straks via de cloud spelen. of je geen dure console te kopen. En, zeggen ze, en Phil Spencer heeft dat nog een keer benadrukt... Call of Duty komt gewoon op dag 1 op De PlayStation uit en hey als PlayStation, want dat heb ik, ik heb zitten zoeken, maar er staat nergens, heb ik iets kunnen lezen dat PlayStation Call of Duty niet op dag 1 op PlayStation, Playstation Plus Premium maar je mag. zijn. toch? Nee, maar ze gaan ze gaan toch, kom op, ze gaan dit gewoon naar zich toe trekken. Nou, nee, ik, nou ja, ik, ik denk, ik denk het persoonlijk niet, want ik, ik denk juist dat het hele ding hiervan is. PlayStation-eigenaren, uh, die moeten juist deze hele deal financieren. Want alles van Bethesda en Activision op, op, op Game Pass zetten, dat is niet rendabel. Dat is nu al niet rendabel om Game Pass te runnen. Het is nu alleen maar onboarden. En ik denk letterlijk gewoon als ze Call of Duty in en al die games op dag één op Game Pass willen hebben, dan moeten PlayStation-eigenaren daar gewoon 80 euro voor lappen. Ik denk eerlijk gezegd het verdienmodel van Game Pass ligt er ergens in de toekomst. Ja, ja, ze hebben zeker. nu mm -hmm. gewoon ze willen marktaandeel kopen. Nou, dit is hoe je dat doet. Maar, ja, maar je wil ook nog wel de financieel sens maakt. Want ze, ze hebben 10 miljard uitgetrokken daarvoor. Dat ja. moet enigszins gedekt worden. Nou, Overigens, grappig. Minecraft. Uh, die game is ook gewoon vanaf dag 1 op beide consoles altijd beschikbaar geweest. Wat interessant is, is dat er uh, vrij snel ook nieuws naar buiten komt... Uh, dat uh, Microsoft, uh, dat Phil uh, Spencer een brief heeft geschreven naar Jim Ryan... al uh, een tijd geleden, waarin hij zegt... Uh, want er is sowieso een deal tot 2025, 2024, 2025. Dat, dat is die marketingdeal. Dat is die marketingdeal. En uh, tot die tijd blijft het ook gewoon op beide platformen. En dat Phil Spencer tegen Jim Ryan heeft gezegd... Uh, wij gaan deze deal gewoon uh, uh, honoreren, zelfs nog enkele jaren beyond existing deal. Totdat ze het niet meer doen. Totdat ze het <laughs> niet meer doen. Misschien zijn die games ook wel in ontwikkeling, uh, nog voor enkele jaren. En als die helemaal gemaakt zijn, dan is het gewoon klaar. Ja. PlayStation loopt op dit moment natuurlijk heel erg het verhaal te vertellen. Van. Um, um, ja, weet je wel, Call of Duty is te groot. En, en, en we kunnen geen competitor maken. En. Uh, uh, het is niet eerlijk, want zij zetten hem op Game Pass. En daar kunnen we dan niet tegen op. En. Ja, ik vind dat... het een heel moeilijk verhaal. Omdat. Ik bedoel, zij gaan er ook al vanuit. Dat, dat staat ook letterlijk van. Dat, dat, ze, dat, dat ze evidence hebben dat het op dag 1 niet. Bij PlayStation zou komen te staan. En dat is niet waar, want Phil Spencer geeft gewoon aan, ook aan Jim Ryan direct, dat het in ieder geval nog de komende twee jaar en ook nog een aantal jaren daarna gewoon multiplatform blijft. Sterker nog, Phil Spencer heeft gezegd: Het is niet rendabel om Call of Duty alleen op de Game Pass te zetten en op de PC en op de Xbox. Het is niet rendabel, dus dat gaan we niet doen. Nou, sterker hm. nog, waarom zou je de helft van je userbase uh, afsnijden, terwijl daar ook bijzonder veel microtransactions uh, te behalen vallen? Absolu wat natuurlijk al lang het geval is. Nee, absoluut. En wat ik dan niet begrijp... Bedoel, zit de crux hem gewoon niet in... Dat, en dat, dat vind ik van... ik vind dat Sony in zo'n moeilijk vaarwater zit nu... want zij kunnen wel zeggen van... ja, maar dit en dat. Nee, ze krijgen die game gewoon... alleen zij weigeren hem om op dag één... PlayStation Plus Premium te zetten. Maar omdat gratis. PlayStation Plus Premium ook helemaal niet uh, uh, zo winstgevend is. En dat is het. Dat is het vervelend. Ze hebben dat geld nodig. Ja, maar dat is het probleem. Microsoft subsidieert gewoon het bereik van Game Pass en ja. uh, daarmee uh, wordt de de hoe noem je dat de de prijsperceptie van die games, die mm -hmm. wordt nul. Die wordt gratis. Ja. Je kunt niet concurreren tegen gratis. Nope. Kijk, Microsoft heeft gewoon, weet ik veel, 100, 200, weet ik veel, miljarden, miljarden om te verbranden uh, aan dit project. En Sony heeft dat niet. Ja, dan heb je een probleem. Maar dit is en dat, een simpel rekensommetje. Ook, ook in de tijden waarin we leven, alles wat pleur is duur, weet je wel. De energieprijzen die gaan ja. door het dak. Dus mensen gaan ook steeds uh, economischer zijn in, in hun aankopen wat betreft gaming. En ja, heel Sony jij het voelen. Als jij, als jij Weet je, je bent een Call of Duty player en je bent al je heel je leven een PlayStation speler geweest. Ja, is ook een simpel, simpel rekensommetje, weet je. De, de, voor de prijs van drie keer een, een full price Call of Duty heb ik al een Xbox Series S. Ja. Tientje per maand uh, Game Pass erbij en ik ben er. Ik ja. hoef er niet meer naar om te kijken. Ja, maar... Nee, maar, maar dat gebeurt. Ik, e eerlijk gezegd, ik ik heb wel te doen met Sony, mm -hmm. Ik vind het kut voor ze, uh, maar ik heb wel zoiets van als het succes van de PlayStation hangt om third party titels, dan moet je ook niet, niet janken. Weet je dat nou. is gewoon niet sterk? En net als dat je Nintendo niet hoort janken over Call of Duty, zou Sony dat ook niet moeten doen en gewoon eigen titels moeten Sterker maken. Ook Call of Duty is volgens mij niet eens op de Switch, nee, natuurlijk niet. We nee, maar ik wilde wel heel graag, maar dat 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 nee, nee, nee duidelijk kijk, en daar zit een beetje het punt in van. Waar veel mensen over vallen. Uh, ik ga niet mee in de complete... Uh, want dan kan ik gewoon niet bewijzen dat Jim Ryan uh, wat vrienden heeft gebeld. En dat, dit, dat ze eigenlijk op de bandwagon van Sony dit aan het doen zijn. Om Sony te helpen. Maar aan harde lobbyen en dergelijke, dat is niks nieuws. Snap ik. Ook uh, de vraag is nu... Is, is dit ook niet gewoon een vooruitgang? He, we gaan van... Uh, gaming uh, op een console met vaste schijfjes toe naar gaming uh, via subscription modellen via de cloud, via, uh, en, en, en dat, dat is vooruitgang. En Sony gaat daar niet in mee omdat ze het niet kunnen helemaal. Ik heb toch wel wat leuke dingen. Iemand die dat heel goed zei is van Sony was het allereerste met PlayStation Now. Hm. Hebben ze uiteindelijk niks mee gedaan? Sony was de allereerste die geïnvesteerd heeft in streaming. Ja. Hebben ze niks mee gedaan? Uh, ook nog even te zeggen, dat vind ik ook wel een goede. Uh, deze man die zegt terecht: Sony has bought almost every studio they have and they killed already Sega and almost Xbox in the last generation. Sony rising prices in games, consoles en services. Trying to buy all content out of other consoles. Ik bedoel, het is niet alsof PlayStation een soort van onschuldig meisje is wat, met, met, met de grote boze wolf. Want ja. wat ik al zeg. Iedereen kan zich nog herinneren. Tenminste, de mensen. Een beetje wat de oudere Garden. Dreamcast 499. Een uur later kwam Sony eraan. 399, maar Bam, ik maar weet ook je daar wat? ben ja, ik het was niet de helemaal saqueur. mee eens. Kijk, Saturno. Kijk, Saturno. Okay. Ja. Het, het, het is wel waar dat dat gebeurd is. Uh, uh, en vooral de, de, de Dreamcast die is wel echt gekild voor de PlayStation 2. Ja, uh, ja. Um, maar ik moet je ook zeggen: het is ook Sega zelf geweest. Tuurlijk. Ik, het het komt nooit van één kant. Ik bedoel, zeker niet. als je niet anders hadden ze Nintendo gecombineerd ja. en dat lukt ook niet. Dus als je gewoon bij je product blijft, goede shit maakt, je community trouw blijft, dan komt het goed. Als we daar dan naar kijken. Wat de Dreamcast, we hebben nu al First Party en Third Party. Dreamcast is wel gekeild doordat ze niet de support hadden van Third Party. IE bracht er geen games meer op uit, en dat was wel een beetje een doodsteek. Ik denk eigenlijk dat het al eerder was dan dat. Weet je, de Dreamcast is nooit een groot succes in Europa geweest, eigenlijk. Uh, dat heeft Pieter Moore nog gedaan, die heeft de 100 miljoen die ze hadden. Uh, beroemd hebben ze, wat was het, 60 miljoen naar Arsenal, Arsenal. en uh, yeah. 40 miljoen voor, uh, wat was het, Pisa of zoiets en of andere uh, Italiaanse middenmotor. En dat. Um ja, dat was, dat was, de marketing, dat was het marketingbudget van Dreamcast. En dat is gewoon grandioos gefaald. Dus wat dat betreft denk ik dat um, uh, ja, Sony krijgt het nu om zijn oren. Sony is zelf niet onschuldig. Ik bedoel, ik ben het wel eens met die chargem. Mm. Um, maar ik heb, ik heb gewoon zoiets van ja, dat, dat onderlinge gejank. het is gewoon het. Probleem wat Microsoft heeft om, want hoog, de hoogste bomen vangen de meeste wind. Mm -hmm. Dat is Microsoft nu aan het ervaren. Uh, Sony doet gewoon wat het kan om de schade te beperken. Uh, ik eerlijk gezegd, ik vind ze allemaal niet sterk. Dit he, deze hele ruzie ja. um, neigt mij een beetje naar. Een derde gaat er met het bot vandoor. Ik, ik wou dat zeggen. Allebei strijden ze exact om hetzelfde maar, bot. Want maar dat is, dat is ook ja. wat ik inderdaad uh, wilde aanhalen. En ja. op een gegeven moment, eentje gaat klappen. Ja. En, en of, dat, of dat binnen vijf jaar is, I don't know. Maar, maar ik kan je vertellen: Microsoft gaat niet klappen. Xbox de enige reden dat Xbox gaat klappen is als Microsoft de stekker eruit trekt. Ja. En dat kan. het is niet ondenkbaar. Zeker niet? Ze zijn nee. geld aan het verbranden als, als water. Aan de andere kant, je hebt bij Microsoft ook gezien van hoe meer geld erin gaat, uh, hoe meer ze geneigd zijn om het een kans te geven. Maar dat, daarom vond ik, het, vond ik het helemaal niet gek dat Michael Pack, was een paar maanden geleden, die zei: als je kijkt naar lange termijn perspectief, Sony is fucking doomed. Want ja. Zij kunnen dit niet bijbenen. En, ja. en weet je, ze scoren nu nog met de first-party uh, IP's, die echt fantastisch zijn. Maar op een gegeven moment. Het is moeilijk om dat vol te blijven. Ja, halen. maar moeilijk, maar dat moet je fucking doen. En ja, het raar is dat, dat we ja. zien het tegenovergestelde. We zien dat de nieuwe, uh, veelbelovende franchises komen niet uit bij PlayStation. Daar gaat bakken en bakken en bakken met geld naar het remasteren voor de fucking derde keer van dezelfde game. Um, weet je, de last of Us 2 wordt volgens mij ook nog geremastered. Ik weet het niet. Dat denk ik. Niet. Um, het is een het is een, uh, een, 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 een tegenovergestelde van creativiteit. En ik vind echt dat kun je Herman Hulst aanraden. No, maar, aanrekenen, want maar, hij is degene het die is dat tegenovergestelde te... van creativiteit. Maar waarom? Omdat het heel moeilijk nu is om risico te nemen. Want als zij niet scoren met de first-party franchise, mm -hmm. dat is hetgene wat ze nog maar, maar, niet, maar niet geschoten is altijd mis. En zeker ja, in de. Ja, ik denk wel dat net wat ik net al zei: hè, ze waren het eerste met PlayStation Now. ze waren het eerste met streaming. Volgens mij hadden ze online gekocht of een, of een ander ding. Uh, dit... Ik denk, we hebben, GK GK al, GK, ja. we hebben het al vaak over gehad. En Boris heeft het ook al vaak gezegd: van, als je op een gegeven moment vooraan ligt, dat is heel moeilijk. Vooraan blijven is fucking moeilijk, weet je wel. Ja. Ze zijn gaan, een beetje gaan rusten op de lauren. Van oké, okay, we gaan gewoon weer een nieuwe console in de markt zetten. En dan gaan we weer hele vette games maken. En dan al die third party komt wel weer aan ons toe. En in één keer zitten we in een ander tijdperk. Een ander tijdperk waarin Microsoft. Fucking veel mazzel heeft. Eerst met corona en nu met de inflatie die eraan maar, komt. Nou, ik, ik, die wil, ik wil maar, het niet alleen over mazzel hebben, want Microsoft heeft oprecht en dat is waar ze vorige keer ze volledig te die... mis ja. zijn gegaan. Ze hebben nu een visie gepresenteerd die aansluit bij wat gamers willen. Ja, bedenken niet. ook dat, dat dat proces is versneld. Zeker straks met die inflatie. Straks als alles fucking duur wordt en je moet kiezen tussen uh, als, als bijvoorbeeld als ouder tussen uh, de nieuwe FIFA kopen bij wijze van spreken voor 80 dollar. Of dat je een game pass neemt. Van de, Heel duidelijk. Maar ik bedoel ja. ook juist van. Sony heeft dat niet gedaan. Deze, waarom deze hebben ze generatie? dat niet gedaan? En, en wat ik dan. Ik vind het dan eigenlijk zwak als bedrijf, maar misschien ben ik dan weer te, te, te naïef erin. Dat ze op een gegeven moment niet gewoon. Dat ook, soort van accepteren, uh, wat we wel vaak zeggen dat ze ze moeten naar die Nintendo-rol toe, namelijk gewoon trots zijn op wat ze hebben. Ik denk dat ze dat doen. Snappen gewoon van: We gaan 100 miljoen consoles, 110, 120 verkopen. Dat is onze max. Weet je wel, we gaan daar een eigen, een eigen bubbel van maken. Weet je wel, en dat it. die 2 miljard of 3 miljard die Microsoft nastreeft. Dat gaan we nooit halen, want daar maar hebben we de tools niet voor. Misschien kunnen ze het gewoon niet meer. Weet je, je kunt je ook afvragen dat misschien hebben we wel met de PlayStation 4 en met name in de, de manier waarop de PlayStation 4 gelanceerd. Is, de titels die er daarbij kwamen kijken. Brand messaging was zo so on point. Het was zo sterk allemaal. Ze waren mm -hmm. direct van dag 1 aan een vliegende start. Het was fantastisch. En nu, ik zie het tegenovergestelde. Ik zie een ontzettende struggle als het gaat om uh, nieuwe IP's. Ik zie, uh, en laten we eerlijk ja, zijn. Wat, meer... wat betreft nieuwe IP's. Ik vind toch wel dat ze met Ghost of Tsushima hele goede nieuwe hebben neergezet. Uh, Dit is een House PlayStation 3 game. Dit is allemaal nog een PlayStation 3 tijdperk. Wat? Nee joh. Nee, Kostas Shima? PlayStation nee. 4. Uh, sorry, PlayStation 4. Sorry. Zeggen, uh, dat is we we wel een nieuwe IP. Nee, sorry, ik, sorry ik, ik, ik zei drie, maar ik, ik heb het over PlayStation 4. Dat tijdperk, dat is een gouden tijdperk ja. geweest. Maar ook daar hebben ze wel eens uh, dingen gedaan waar ze naast zaten. Ik weet nog die, Tuurlijk. hoe heette die... Uh, die uh, Um, uh, die games die zo'n beetje als een film waren. Dreams? Ja, Beyond heet het. Ja, Detroit Become Human, dat soort dingen. Da, ja. Dat soort films. Inderdaad, er zijn een aantal van geweest. Heavy Rain, geloof ik ja. ook nog. En dat. Uh, nee, niet Heavy Rain. Heavy ja, Rain is ook ja, wel Heavy Rain. Nou, ja, oké, okay, misschien. Maar in ieder geval, die, um, die, uh, uh, die. Dit waren ook niet de grootste kastsuccessen. Maar je moet gewoon dat soort shit produceren in de hoop dat er. Dat er, dat er successen bij zitten. En dat je dan vervolgens zegt van oké, okay, we gaan dit wat, meer, wat minder Quantic Dreams. En wat meer uh, dat iets wat wel werkt, dat begrijp ik. Maar wat je nu ziet, is dat eigenlijk alles op pauze is gezet. Alles is naar Naughty Dog gegaan. Dat was de, de, het succesverhaal. En uh, hoe heet het, uh, Guerrilla in oh ja. Amsterdam. Uh, dat is natuurlijk Herman Huls een kindje. Uh, dus die twee studio's, en daar en dan gaat Somnier. het leeuwendeel van. En om en ook wel. Oké, okay, daar gaat dan het meeste geld naartoe. En dan. Weet je, wat je overhoudt zijn gewoon, het zijn weinig titels. Het is gewoon veel te weinig ja. zelfs. En, 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 en laatst hebben ze dus vorige week of die week daarvoor, hebben ze ook bijvoorbeeld weer een studio aangekocht, uh, die vooral mobile. mobile. Weet je, en ja. dat, dat. Maar, maar, kijk, de, de, maar de, dat is alles wat, wat ik de hele tijd probeer te zeggen met hoe sterk Microsoft is in de messaging, ja. gelijk vanaf deze generatie. En bij Sony. Eigenlijk Alles wat ze op het begin hebben gezegd, hebben ze volledig omgedraaid. Ja. Van we geloven in generaties toen, toen net die PlayStation 5 uitkwam. Geen cross-gen. Ze zaten nog Microsoft belachelijk te maken. Dat Microsoft zei: we gaan twee jaar lang alle games cross-gen maken ja. en dan gaan we het ja, uit. Dat, dat maakt ook een argument. Maar daar, veel... zijn ze, maar daar zijn ze op teruggekomen. Ja. Ze zouden niet aan een game-pass-achtige uh, service doen, want dat zou niet binnen hun strategie nee. en hun UPS liggen. Zijn ze ook op teruggekomen? Streaming, half, half. Ik vind het allemaal maar, zorgjes, dat, maar dat hoor. bedoel ik van ze, ze, ze weten niet waar ze naartoe willen. Want Nintendo die doet volgens mij niet aan crossplay, jawel, jawel, jawel? Ja, ja. nou ja, goed, maar in ieder geval die, die heeft wel zoiets van oké. Okay, wij hebben onze eigen toko en we maken onze eigen games en daar doen we ons eigen ding mee. Terwijl inderdaad, van ik vind het niet zo sterk als jij Phil Spencer gooit het heel erg op van. Wij zijn consumer-friendly. Nou, ik, ik heb hier even een staatje van iemand die dat gemaakt heeft. Maar, maar uh, laten we ook heel duidelijk zijn. Ze zijn consumer-friendly. Ja, dat klopt. Omdat ze een hele slag in te halen hebben. nee, zijn de goedheid van een hart het, het is ook niet... Nee, ik, ik zeg ook altijd van... Xbox speelt nu gewoon Robin Hood. En dat doen ze fucking goed. Precies, bedoel, ze ja. zijn uiteindelijk... willen ze ook heel veel geld aan ons gaan verdienen. En, en op een gegeven moment als PlayStation oud zou zijn... of een andere partij... dan gaan de, dan gaan de bedragen ook wel weer om. Exact. Dat snap ik. Maar als je dat kijkt... Uh, Xbox Series X 450. Nou, de PlayStation 5. Nou, de, daar hadden we het ook al over tijdens mijn vakantie, die gaat gewoon omhoog in prijs. Ja. Microsoft nog Met... nooit eerder eerdere geschiedenis vertaald. Nee, en meteen Microsoft, dezelfde dag, bam, wij gaan het niet doen. Ja. Ja. En dat is het. Wat ook voor de... hun logisch was geweest hè? in de uh, huidige omgeving. Maar... Uh, dat, dat is zo pijnlijk als je dat als bedrijf. Dan zeg je eigenlijk als bedrijf: ja, ik, ik moet wel. Ik, ik heb het geld gewoon niet ah, en Microsoft heel... zegt van. Fuck it. Heel ik, ik... Eerlijk, dat is een koekje van eigen deeg. Weet je nog toen uh, ja, ja, Xbox niet ja, ja. de PlayStation of uh, de games kon uh, delen met vrienden? En dat ja. de PlayStation zei: Kijk, zo doe je dat bij ons. En dat, ja. die, die disc overgaf. Ja, dat is hetzelfde. Ja. Xbox Series S: uh, 250 euro. Uh, PlayStation 5 Digital: 390 uh, pond. Of het zijn allemaal Ponds, ponden, ja. trouwens. Ja. Uh, games 5. 55 pond. Of 70 pond en eigenlijk zou ik nog daarbij kunnen zeggen uh, uh, Game Pass natuurlijk Game Pass Day One releases PlayStation Plus no Day One releases Game Pass Ultimate 11 pond PlayStation Plus wil premium ik nog wel bijzeggen ja? Game Pass Ultimate dat is alleen interessant als je ook een PC hebt. Snap heb ik. je geen PC dan is het dus nog veel goedkoper. Nog veel goedkoper uh, een next, uh, 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 next Gen upgrade free een Next Gen upgrade 10 euro uh, 10 pond ja dit dit heb ik ook nooit begrepen dus ze zijn daar zo mee aan het rommelen uh, dan dan weer wel dan weer niet en dan komen er weer op terug en. Uh, en nee, dan maar zeggen van Microsoft is zo duidelijk geweest en ze houden zich eraan. Ja, maar dit is wel natuurlijk het spel wat Microsoft gespeeld. We gaan gewoon net doen alsof we vreselijk consumentenvriendelijk zijn uh, en ja. we gaan overal verlies opleiden en op die manier. En PlayStation zit u er nu middenin ja. en ik weet niet hoe ze. Ze graven zich steeds verder in die tunnel. In plaats dat ze op een gegeven moment soort van... oké okay, jongens, dit, dit gaan we niet meer winnen. Laten we, laten we gewoon eerlijk zijn van elkaar. Dit gaan we niet meer winnen. We gaan ons focussen op de PlayStation 5. Weet je, we gaan gewoon ons eigen ding doen. Uh, we gaan niet meer praten over 30 miljoen verkochte games. We gaan gewoon ons businessmodel aanpassen op 10, 12 miljoen verkochte games. Weet je, ik vind die, nog even over die, die 50 ja. euro prijsverhoging. Ik vind dat echt bizar. En ik moet Zeker dus, als dat ding niet eens in de winkel staat. Maar, maar, maar hoezo vind je dat ja. bizar? Ja. Om, Want jij, daarom, jij snapt heel goed wat er uh, gaande is in, in de wereld. Ja, daarom maar luister. Al als jij een realistische prijs wil berekenen voor de Playstation ja. 5... dan reken je 900 euro. Weet je, dat is waar resellers hem nu voor verkopen. Maar ja, eigenlijk, als je nu een Playstation wil hebben, dan is dat wat je betaalt. Dat betekent ook, dat is waar de vraag naar is, dat betekent dat, dat is waar de markt ligt. Dat doen ze niet. Ze zeggen van nee, we gaan 50 euro omhoog. Ja. Je krijgt uh, misschien aan inkomsten, hè? ik bedoel, uh, laten we nog eventjes 20% uh, uh, B2 eraf halen. Dat is in dit geval 10 euro, dus uh, uh, nou, 40 euro houden ze over. Uh, um, Zou ik al veel vinden? Nou ja, goed. Maar wat verkopen ze een miljoen PlayStation? Dan heb je dus over 40 miljoen inkomsten. Ze hebben alleen al dit soort tweets. Weet je, ze hebben misschien wel 200, 300 miljoen aan negatieve publiciteit. En dat is. De, de, de impact van dit soort kleine beslissingen, mm -hmm. uh, soort van oké okay, 50 euro hierbij hier uh, betekent uiteindelijk dat ze straks 30, 40, 50 miljoen minder uh, PlayStation gaan verkopen. Waarom niet vanwege die 50 euro, maar vanwege het negatieve sentiment wat aan het ontstaan is, en dat zag je gelijk. Ja. Dus de PR-waarde van hun, van, van, hun van, van deze prijsverhoging is zo negatief? Waarom zou je dat doen? Je kunt toch niks verkopen, weet je. Ze hebben toch geen games, ze kunnen die hele fucking console niet eens in de winkel krijgen, nee. en dan ga je ook nog meer ik denk dat heel veel mensen die zaten te wachten... totdat, die, uh, totdat ze misschien eentje in de winkel zouden kunnen kopen... hem nu ook al niet meer hoeven. Omdat ze gewoon... ja, Het sentiment is negatief. Ja. En dat is iets waarvan waar, daar, heb ik echt... Dat, uh, uh, daar heeft Sony echt de win tegen. Ze hebben gewoon... Ja, ja. De communicatie hebben ze niet, nou, het, is, het niet, al lockdown. Ik vind het niet goed uitgelegd inderdaad. Want gamers snappen het echt totaal niet. Nee. Van, van waar, waar deze prijsverhoging vandaan komt. Want dat is nog nooit eerder voorgekomen. Nee. Maar, maar ja, ik, ik kan ze oprecht niet kwalijk nemen. Want als je, als je al merkt... Dat, dat, dat ze heel erg bovenop monetisation zitten, heel erg struggelen met hun businessmodel op dit moment. Ja. Wat ze moeten leven eigenlijk van losse software sales, dat is hun businessmodel. Ja. Pass concurrent kunnen ze niet aangaan, dus daar lopen ze al wat spaak mis. En vervolgens kunnen ze ook geen consoles met winst verkopen. Maar zei, maar, dus... ik, maar ik begrijp niet dat ze dat probleem niet op het probleem, het grote probleem van dit van de PlayStation 5 op dit ogenblik is dat die niet in de winkel ligt. Daardoor is een soort eigenlijk een scheve uh, Vraag aanbodsituatie ontstaan. Daar maken alle scalpers en ook gewoon de mediamarkt en elke winkel maakt er misbruik van. Want die uh, of ze gooien de prijs uh, zwaar omhoog, of ze verkopen je er 100.000 als zwaars bij, waar je niet op zit te wachten. Ja. Um, dus de dus Sony is dat aan het faciliteren. In plaats van dat ze dat oplossen, en dat ze zeggen van, jezus, we komen met een heel nieuw uh, loterijsysteem. We hebben geen PlayStation 5 voor iedereen, maar je kunt je inschrijven en dan krijg je, het bij. weet je, dan doe je dat. En, en zeg je dan van, we vragen wel 50 euro voor die service. Hé, hey, dat zouden mensen misschien misschien Nog wel kunnen begrijpen, maar wat ze nu doen: ze vragen gewoon 50 euro meer. Boven wat, bovenop de 900 euro die je toch al moet betalen aan die coöperatie, ja. wil het is die hele shit. Is naar de quota, ja, het, het is het, het, binnen binnen de economie. Is het algemeen bekend begrip bij hè, bij inflatie dat als je een product hebt wat niet moet, 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 wat je niet moet hebben, uh, dat je. Prijsverhoging, dat is echt je last resort, weet je? Je mm. zelfs supermarkten hebben het al lastig om de inflatie door te breken aan de klant. Je, maar oké, okay, net zoals cafés, weet je, wel, een biertje is, dat hebben als ik zat op het strand, het was nou geloof ik 4,5 euro voor een biertje, weet je ik bedoel? er zullen ongetwijfeld ook mensen misbruik van maken, maar goed, je zit nou helemaal op een je kan niet iets anders nemen op café. Je kan niet zeggen vandaag nou ga ik dan ga ik wel op mijn stoeltje zitten en dan ga ik wel water uit de kraan in de wc drinken. Mm. Een PlayStation is ja ik, ik denk dat het nu nog gek voelt. Maar ik denk dat we over een paar maanden dat, dat het zo normaal is geworden. Dat alles zoveel duurder is geworden. Nou, dat, 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 dat zou kunnen. Hè. Daar en, geen vraag en, tegen Nintendo meer, dus heeft dan. ook gezegd dat ze het niet willen doen uh, voorlopig. Um, ja, je, je, je maakt je verhaal. Ja, bedoel, het, het, het is makkelijk schoppen voor ik, Xbox. Elke, elke trap die ze geven, die is raak. Weet je wel? Die is vol in die ballen. En Sony kan er niks. Tegen doen. En wat ik opmerkelijk vond, hè, in Brazilië is dat helemaal naar buiten gekomen. Dan kon je helemaal zien hoe dat proces, ook dezelfde brief van Playstation, ja, maar uh, het is oneerlijke concurrentie en, en Game Pass maakt de industrie kapot. Um, ik heb al, en, en al die anderen, de Googles, de Amazons, de IA. niemand zei er wat van. Iedereen zei, ja, dat is dat is zoals het gaat, weet je wel. We hebben het met video gezien. Op, eh, nu, tegenwoordig, wie gaat er nu nog naar een videotheek? Je gaat, je, je hebt Netflix, weet je wel. Game Pass is gewoon de toekomst. Of het gaat slagen, weet ik niet. Maar ik denk dat we niet meer teruggaan. Dan, dan komt er wel iets anders met, met subscription services en dat soort dingen. Sony heeft daar gewoon niet op ingegrepen. Waarom? Ja, maar dat hebben ze nu wel. Alleen het is een zwak aftreksel ervan. Ja, en ze zetten niet door. Want ze kunnen ook zeggen van, oké, okay, maar waarom, waarom zetten ze niet door? Omdat ze dus afhankelijk zijn van unit sales. En dan ja. hebben ze hun eigen PlayStation subscription service. Dat kanibaliseert weer losse unit sales. Want mensen hebben zoiets van. Nou, dan wacht ik wel totdat die in, uh, totdat die, in die PlayStation subscription model komt. En dat bijt dus met elkaar. Ja. En daar, 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 daar brand je alleen no en, nog maar meer, vind ik. En zo. dus hoeft Phil Spencer en Xbox ook helemaal niet die, uh, die, 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 die game weg te houden. Sterker nog, ze hoeven Starfield ook helemaal niet weg te houden. Want het enige wat ze moeten doen is van: hey dude. Koop hem waar je wilt. Uh, daar is die 80 dollar. En bij ons is die gewoon op dag 1 gratis. Ja, voor Playstation gebruikers gaat dat ook zo zijn. Ja. Die, op het moment dat, 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 dat je de energierekening niet meer kan betalen. Dan heb je ook zoiets van. Ik ga niet uh, 80 euro betalen voor een Last of Us remake. Nee. Ik wacht wel tot die in de Playstation uh, service komt. Onlangs kwam er ook nog weer en deze vind ik wat een beetje ondergesneeuwd. Uh, dat was even kijken hoor. Ik moet hem even, uh, dan moet ik hem even pakken het bericht uh, en ik, ik weet niet hoe dat nou precies heet. Uh, dat is ja, het heet Friends and Family. Friends and Family dat is feitelijk wat je uh, tot voor kort eigenlijk ook bij Netflix had. Dat je gewoon uh, uh, volgens mij ik had, ik had geloof ik ik kon vier uh, vier IP adressen aangeven voor mijn Netflix. Nou, mijn ouders maken daar gebruik van. En uh, de, de, de buren bij ons, die maken er gebruik van. Hebben een dealtje mee. Uh, dat kan allemaal niet meer. Weet je, ik kan het nu nog maar op twee doen. Klopt, ja. Game Pass gaat dat nu ook brengen. Dat heet inderdaad uh, Xbox Game Pass Friends and Family. En wat ze nu aangeven is dat het zeer waarschijnlijk is dat het ook voor friends geldt. Dus niet alleen Tuurlijk. voor familie. Maar waarom? waarom friends. Dus ze kunnen toch niet het verschil zien? Nee, één, je kan het niet handhaven. Nee. De twee, dit, dit is gewoon slim inspelen op netwerkeffect. En wat, wat je op een gegeven moment gaat doen, want nu kan je vijf man eraan toevoegen. En het gaat gewoon hetzelfde als met Netflix. Over twee jaar dan zeggen ze, oh nee, toch nog maar alleen voor jou en je broertje. Weet je wel? En dan, ja. dan kan je nog maar twee schrijven. Ja, maar maar hoe? ze gaan wel veel meer geld vragen voor die service. Ja. Volgens uit, nou was het uit... 20 of zo, toch 30 heb ik zelfs gehoord. Ergens. Hmm. Ja, nee, ik bedoel, uiteindelijk geloof ik ook wel dat het omhoog gaat door deze prijs. Dat 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 weet ik. Maar 100%. dat is het, dat, weet je dat daar zeg je wat, maar wanneer gaat het omhoog als Sony de handdoek in de ring gooit? Ja, tuurlijk. Dus daarom is het zo belangrijk dat Sony. Blijft concurreren met Xbox. Want anders gaan de consumenten gaan echt ja. serieus. Die gaan tot over hun neus betalen voor deze, uh, voor al deze diensten. Ja, en is het in die zin dan? Dus dan ook geen druk meer achter om kwaliteit te leveren? Ja. Is, Want is dus da in, dat hebben ze nu nog wel. Ja. Maar Als je dat zou zegt, Boris, dan zou de 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 CME. Heeft dan wel een beetje een punt. Als Microsoft straks al die games heeft op een gegeven moment, dan komt er een moment dat ze alles hebben. He, dat had Netflix een, een, een periode. Was ja. echt, Netflix was koning. Inmiddels is, is dat. Ja, er zijn nu best wel veel. Het is heftige concurrentie, weet je wel. Ik bedoel, uh, die, maar is, is, niet... is het nu positiever voor de, voor de, voor de consument? Ja, op, de, op dit moment denk ik gewoon dat het hartstikke positief is. Maar dat was Netflix ja? vroeger ook. Want ik moet nu acht abonnementsprijzen betalen in plaats van één. Netflix. Nee, op, op die manier. Nee, maar ik bedoel, bedoel ja, game, nee, maar uh, jij kunt nu shoppen. Je kunt shoppen, ja. je, ja, he, dat, dat, dat zeker. En ik doe, weet niet wat jij ik, doet, maar ik doe dat wel. Ja, ik, ik zeg ik, gewoon ik, shit ik, op. Ja, dan, uh, ik wil rings ik of alles. power zien, uh, uh, maar ik ga echt wachten tot, tot, tot ze allemaal online staan. En dan neem ik een één maand uh, prime video en dan kijk ik alles wat ik tof vind, kijk ik in die maand en daarna kap ik hem weer af. Maar voor nerdcoach kan dat bijvoorbeeld niet, want ik moet iedere week op de. Okay, maar jij kan ja, het, het zakelijk af. Ja, nee, ja, natuurlijk. Ik maar ik bedoel van, het, juist die markt is zo versplinterd en ik zie dat ook bij heel veel mensen uit de community. Ja, die hebben overal maar een abonnementje lopen, omdat al die ja, al die series en, en films qua release zijn ook zo uitgedokterd dat je eigenlijk nooit op ja. kan zeggen, natuurlijk. Nou, ja. ik vind, ik vind dat, dat als je kijkt naar hoe makkelijk Amazon het maakt om uh, weer. Amazon Prime lid te worden, want je bent misschien op Twitch of misschien heb je iets gekocht op Amazon en wil je het gratis laten bezorgen, of het kost weet ik veel 5 euro om iets te laten bezorgen en voor 2,99 Prime be Prime lid en is het gratis. Nou, dat doe je Gaat Disney nu ook doen trouwens? Die komen ook met een Prime abonnement. Ja. Krijg je korting op een Disney park en exclusieve merch? Kijk, het is toch bizar dat de hele wereld gaat linksaf... Nintendo is altijd een hele andere, die zit in een hele andere wereld. Die doet het helemaal op zijn manier, maar goed, die doen het heel erg uh, goed. En PlayStation waagt gewoon die kant op te gaan. Die, die komt met allerlei hele moeilijke, com hele moeilijke communicatie over: oh, als je je game op de PlayStation 4 hebt en je wilt dat doen, dan moet je dit en dat. En nee, maar ik, ik snap heel goed dat ze dat, 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 dat ze dat niet doen, want die strijd kunnen ze niet aangaan. Kijk, er, er is één manier waarop ze kunnen winnen, en dat is een beetje Nintendo-stijl uh, first-party IP's. Een groot succes laten zijn. En mm -hmm. dat mensen alleen al daarvoor een PlayStation ja. willen kopen. Want gaan ze Game Pass achterna. D dat kan je niet winnen, want Microsoft heeft veel diepere zakken. Dus ja. uiteindelijk gaan de beste games naar Microsoft. ...en dat maar zien ja, we uiteindelijk, uiteindelijk, maar is het dan is, is Sony niet meer vergelijkbaar met een Disney of een Google of een Amazon of dat soort bedrijven? Ik, ik denk want, dat... want daar is de concurrentie wel. Netflix, HBO, die, die zijn dat wel allemaal, allemaal Ik, ik allemaal... denk eerder dat, dat Sony een Marvel is, en dat Microsoft een Disney is. Ja, dat, dat zou kunnen. Maar het ding is van: zij zijn constant bezig. Oké, okay, de consument die, die zit nu daar, die wil dit, die wil dus heel makkelijk. Die zijn aan het shoppen. Elke maand. Oké, okay, dan moeten we, moeten we dat makkelijk maken. Dat ze dat bij ons ook heel makkelijk kunnen doen, weet je wel. Nou, oké, okay, dan gaan we dat maken. Sony zie ik dat gewoon niet doen. Die komen met fucking drie tires, tears, whatever. Aan die. Te ingewikkeld voor woorden zijn. Hoe Hoe denk je dat Sony's voor is opgebouwd ik, ik bedoel, ik vraag me, ik weet het namelijk zelf niet. Hè? Ik bedoel, want de vraag is: hoe belangrijk is de PlayStation 5? Want daar hebben we het over. We hebben het niet over de Sony games, we hebben het over de, over de PlayStation 5 als platform. Nou, mm -hmm. ik ben blij dat ze euh, dat ze terug zijn gekomen op wat ze zeiden aan het begin van de console-generatie. Van we, we geloven in generaties, we doen niet aan cross-gen. Want dit is wel uiteindelijk een levensader gebleken. Dat de PlayStation 5. Ja, maar dat ja, de PlayStation 4 cross-gen games, want anders kan je maar. Een paar miljoen uh, ja, units verkopen. Dus ze, ze zijn. Door de, de, laat ik zeggen, de, de wal keert het schip. En in dit geval merk je gewoon van kijk, zij het grote probleem is die PlayStation 5. Hij kan niet geleverd worden. Nee. Um, uh, eigenlijk, eerlijk gezegd, ik denk dat er bitter weinig winst wordt gemaakt op een PlayStation 5 als ze niet heel, gewoon straight-up verlies wordt Nee, gemaakt. Heel, heel weinig in ieder geval. Ze hebben, want ze hadden bij de al gezegd van uh, ze maken geen verlies meer op deze console. Wat natuurlijk mm. in het verleden wel zo is gebeurd, en dat PlayStation mm. 3 bijna de nek heeft gekost. Maar het uh, was heel miniem. Ja. En, ja, en als je dan ook nog eens een Game Pass service gaat opstarten, nou, daar, kom je, nee, de, de, daar kom je als businessmodel ook al niet uit. Dan ben je echt afhankelijk van de unit sales. En als je dan geen cross-gen games had gehad, ja, ja, dan zaten er maar, echt veel meer. Waarvoor Dienvenel is, is, uh, is, is first-party titels. Dus die moeten een, een x-aantal miljoen verkopen. Maar die kun je ook verkopen op de Xbox zou kunnen. Ze ja, dus zijn, 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 zijn wel peperduur. Die dingen, zijn, elke die games zijn echt fucking. Nou, maar goed, je mag helder. toch gewoon zeggen, ik wil 70 euro voor mijn game. Je, je moet wel geld betalen aan Xbox. Dat realiseer ik. Ja. Um, ik denk dat dat namelijk een van de voornaamste inkomstenbronnen voor PlayStation is. Is dat een third-party-game verkocht wordt op de PlayStation. Dat is ook waar, waar het grote probleem erin zit. In het feit dat alles naar Microsoft gaat, is dat zij niet meer die. Ja, wat is het 15, 10, 10 euro wat het ook. Is pakken per verkochte game nou, en op een PlayStation, microtransactions. 5. Ja, nee, als ja, je kijkt naar, naar Call of Duty, daar wordt onze en zeker FIFA, want IA maar verdient eet... Sony aan de microtransactions ja. van uh... ze krijgen een percentage. Oké, okay, nou, dat, ja, dat is echt een je moet zeggen maar, van, grote... van die coins kopen in de store en dan pakken ze eigenlijk gewoon 30 procent exact. Ja. En, en dat schijnt echt een heel groot. Ik, ik weet niet exact de aantallen, maar het zou me niks verbazen als dat richting de helft al gaat. Oké, okay, maar je? Dus... waarom in godsnaam, als dat hun inkomsten is, waarom vragen ze dan 50 euro bovenop die PlayStation 5? Waarom? als je, je ik bedoel dat is toch maar als dat zeggen, hun pennywise als dat hun inkomstenmodel is waarom zetten ze dat soort games als Call of Duty en en FIFA gewoon inderdaad niet op dag 1 op premium want dan weet ik zeker dat de meerderheid gewoon zegt ik blijf gewoon lekker op PlayStation maar, maar ik heb namelijk het gevoel... Ja. Ik, ik heb namelijk het gevoel dat je... Dus je hebt een aantal radertjes waar je kan draaien. Weet je, je hebt de Playstation zelf, je hebt de microtransactions... Je hebt de games die verkocht worden. Ja. First party games, third party games. Nou goed, zo zijn er vier, vijf dingen... Waarvan ik denk van ja, dat, dat met elkaar... Is dat het leeuwendeel van de inkomsten van, van Playstation. Als Playstation ziet van oké... Okay, ze hebben een groot probleem bij de verkoop van de Playstation 5. Ze hebben een groot probleem om die dingen te leveren. Dus da, dat werkt niet meer. Waarom ga je dan als je... Waarom ga je dan die andere vier dingen een steken... door de prijs te verhogen op die playstation 5 dat ik, is weird ik, neemt... ik denk dat zij zoiets hebben van voor 50 euro meer koopt toch ook wel iedereen onze console dat hebben dat hebben de scalpers al wel bedoel. maar dan nog dan ben je dan ben je dus dan heb je een paar miljoen verdien je extra Dat ja, snap ik ja. hey, het is een per disaster ja. ik denk dat ze je moet zo nog een arrogant is <tacht> zijn geweest maar ik maar daar zeg je het ik denk Serieus, ik denk dat, de, uh, dat ze bij Sony te arrogant zijn geworden. En ik denk dat ze niet begrijpen waar het succes van Sony ligt. Ik denk dat je een marketing communicatieafdeling hebt die niet realiseert waar de core business van Sony precies uit bestaat. En ik denk dat het daar gewoon heel erg misgaat. En wat je bij Microsoft had, bij Microsoft hebben zo ontzettend uh, uh, het schip in de, hoe noem je het, in de zandbank geramd bij de Xbox One. Ja. Dat iedereen die daarbij betrokken was, die is vertrokken. En die hele business is van de grond. Radicaal opnieuw, om, ja. radicaal opnieuw opgebouwd. Ja. En daarmee hebben ze focus gehad. Dat is in ieder geval goed gegaan. Nou, ja, en daar werd gewoon de vraag gesteld. Kappen we ermee? Trekken we de stekker eruit? Of gaan we alsnog doorzetten en double down? En, zo, en wat gaan we dan doen? En hoe gaan man. we dan geld verdienen? Nou, dan hebben ze focus. En dat, dat plan dat hebben ze uitgevoerd. En focus en weet ik van Dat werkt allemaal. Uh, uh, maar Sony daarentegen, die is nu vastgelopen. En die heeft zoiets ja, van, ja kut, een beetje geld voor de PlayStation 5. Maar uh, niet die studio kopen en die studio weg. En weet ik. Maar het is, het, is, het is allemaal korte termijn. En wat ik niet snap is dat er, en misschien is dat er ook wel omdat misschien Sony nog steeds heel Japans wordt aangestuurd en misschien kritiek naar boven best wel lastig is. Dat je dat niet 1, 2, 3 doet. Uh, en uh, Microsoft is natuurlijk een fucking Amerikaans bedrijf waar dat heel snel gaat. Dat echt een soort van oké, okay, jongens, whoop, dit gaan we niet meer doen en we gaan, whoop, we gaan het zo doen. Um, waarom niemand op een gegeven moment opstaat en zegt, oké okay, jongens, we gaan, we gaan nu echt vastlopen, weet je wel. De toekomst is gewoon duidelijk. Uh, die Game Pass, dat hebben we met muziek gezien, dat hebben we met film gezien. Dit is wat mensen willen. Nou, ik, ik, denk, ik denk dat dat op zich wel leeft daar. Want, want ze snappen. Maar je kan het niet ook, nee, maar een klein ze, beetje nee, doen. Maar ze snappen. Nee, dat is het kutte ervan. Ze doen alles een beetje. Maar ja. ik bedoel, ze, ze zijn wel van overtuigd dat, dat uh, losse unit sales van een grote IP het belangrijkste is. Niet ja. voor niks ook dat, dat en, die games nu naar de PC komen. En waar ik me aan irriteer dan is, is het verweer die we dan in Brazilië hebben gezien van Sony. Ja, maar het is consumer unfriendly. En Microsoft probeert de markt en dit en dat. En denk ik van, dude, de PlayStation heeft jarenlang bijvoorbeeld. Uh, 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 de, hoe heet het nou? Die crossover shit tegengehouden. Uh, cross Laat, laten we gewoon eerlijk zijn. Jullie zijn net zulke toen, toen zij, als, als Toen zijn voorlagen, toen waren zij... Exact, ja, het is gewoon business, consument. weet je wel. Ja. En daarom snapt ook niemand die CMA van... Ben je nou Sony aan het beschermen? Of ben je de consument? Want de consument die, die heeft zoiets van... Hé, hey, maar er is een nieuwe ontwikkeling. Ik kan meer games spelen voor minder geld. Dus waarom... Wat is daar mis mee, weet je wel? Maar, maar, al, maar, maar ik denk dat dan dan in dat al licht zelfs gelijk heeft. Want als Sony... Inderdaad, straks aan het kortste eind uh, trekt en wegvalt, uh, dan is Xbox niet meer uh, Snap ik. Uh, voor minder geld. Maar, maar dat ze wordt hebben ontzettend het ontzettend duur. Ze hadden de eerste kunnen zijn, maar hebben ze laten liggen. Ze hadden Gaikai en PlayStation. Maar misschien kunnen zij dat gewoon. Nee, okay. En dat ik bedoel, hoe vaak hebben we dat wel niet gezien, weet je? Ik bedoel, al die mediabedrijven die die bladen hadden en het moesten allemaal uh, naar TV of interactieve ja. media, zoals dat heette in de jaren negentig. En niemand van al die partijen is erin geslaagd om dat te doen. Waarom? Omdat hun focus lag op de verkeerde businessmodellen. En dat is nu bij, bij PlayStation exact hetzelfde aan de hand. Hun focus ligt op de verkeerde businessmodellen. En het stomme is dat je, ze kunnen het niet afbreken en opnieuw beginnen omdat je daarmee ook ze hebben nog veel inkomsten uit wat ze hebben. Het enige is wat 100% niet kan is op twee paarden wedden. Weet je, je kunt niet zeggen van oké, okay, we gaan inzetten op uh, geld genereren bij aan consoleverkoop en first party titels en aan de andere kant zeggen we ja, maar we gaan ook streaming doen en daar geld. Ja. Ik bedoel, die twee dingen buiten elkaar. Dus uh, gaat het anders insteken. De, denk ja, je dat... dit is ook het toeval dat we nu ook nog naar de mobile gaming markt Ja, komen. nee, en pc hè. In één keer zijn ja, ze overal zo. Maar dat was toch maar... al Sony. Ja, maar ze zijn ze wel in één hard harder hard, hè. Vision Opgericht voor specifiek mobiel en hebben ze ook developers. Nou ja, maar gekocht. dat betekent dat ze in ieder geval gedefinieerd hebben: dat PlayStation 5 is een bottleneck en dan komen ze niet langs. Ook met een. Met, met een met nee, en, een en als je het moet hebben voor units, dan maakt het eigenlijk ook niet uit. Ja, maar het probleem is: je, je gaat ook op dat vlak nog veel erger concurreren met Microsoft en die ga je helemaal verliezen, want die markt is klemgezet door Steam en Google Game Pass. Ja, nee, ik, 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 ik snap het, maar kijk, ik had er net nou maar rare sprong. En dat is een beetje wat Sony nu aan het doen. Ze weten het voor mij gewoon. Maar, maar niet even meer. een ander ding. Wat, wat zie je nu gebeuren met de succesvolle games die niet uh, Sony en Microsoft zijn, die zijn eigen platformen aan het bouwen. Dus wat zie je bij, uh, bijvoorbeeld bij Fortnite? Dat is gewoon een heel uh, ecosysteem geworden, bij wijze van spreken. Um, uh, en je ziet het bij andere games ook. Ze zijn, al die andere games zijn ook eigen platformen begonnen. En uh, ze communiceren direct met hun uh, met de spelerbase. Um, ze zijn direct marketing aan het doen via die platform. Ja. Uh, er is daar van alles aan het aan. Maar te dat staan. is toch waar PlayStation. Eigenlijk naartoe zou moeten, is gewoon op een gegeven moment zeggen: van, net als Nintendo: van hey, third party games. It, it's all good. Het zal er zijn bij ons als je dat wil. Het draait om onze eigen games, weet je wel, en wat we daarmee bouwen, de community, et cetera. Ik bedoel, dat moet PlayStation ook doen. Ik denk alleen dat ze en, intern... En, en op rechter moet ik ook wel zeggen, hun IP's zijn op dit moment wel sterker dan die van Xbox. En 100%. Die games worden ook beter uitgebreid. Nee, dat, 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 dat snap ik. En ik denk dat hij ook, Jim Ryan ook wel een soort van gelijk heeft. Dat game Pass model, het type games wat Sony nu maakt, van 100 miljoen plus. Dat is niet heel erg hanteerbaar. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk de consument bepaalt. En de consument, als je kijkt naar film en, 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 en muziek, heeft bepaald van... ik wil gewoon de mogelijkheid krijgen om, om een x-bedrag per maand te betalen... en dan zoveel mogelijk content binnen te halen. Ik zoek zelf al wat ik leuk vind. Het, 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 ik vind dat best wel... Um, ja, het is inderdaad gewoon pijnlijk om te zien. En ze draaien zichzelf steeds vaster en vaster en, en, en vaster. En, en, en voor Microsoft wordt het steeds... Ja, het enige is, ze moeten met die games gaan komen nu van hun eigen studio's. Als dat nog te lang gaat duren, dan, dan kan het nog kippen. Maar ik ben ook benieuwd wanneer een IE zegt: van Hey, dude, ik verdien uh, 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 80% van mijn geld met, uh, met FUT, met Market Selections. Um, ik, ik verdien nog maar 10% met fysieke verkoop van games. Fuck it. FIFA staat gewoon dag 1 op Game Pass. Weet je wel, jullie hebben nu inmiddels 40 miljoen leden. Laat maar komen. Ja. Nou ja, maar dat... dat... En dan is E, dan is, dan, is, dan is En, en, en een PlayStation zegt dan, ja, bij ons kost nog 80 dollar ben je weg. Maar, maar ik, ik, het... ik, ik zie dat oprecht nog wel gebeuren. Tuurlijk. Als, als een goede onderhandeling om te zeggen van, luister, als, 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 jullie mogen de game gewoon op Game Pass uitbrengen. <coughs> maar alle microtransactions die wij verkopen in fut uh, betalen lagere commissie over. En 5, ik denk dat Microsoft misschien 5. ook nog wel zou zeggen van, prima, weet je wel, als ze we maar Game Pass lid worden. Ik denk wel dat, dat, de, dat je dat hetzelfde de. hebt wat je met retail hebt gehad, dat dat... dat Sony is nog net even te machtig op dit moment voor een EA om, om de kop op het hakblok te leggen. En gewoon te zeggen van Sony, ik vind je lief of zo, maar ik ga gewoon vol-on Game Pass. Ja, heel eerlijk. Gewoon, maar gewoon, komt een in de ma gewoon in de markt. Dus PlayStation is nog cooler dan Xbox. Dat het omkipt. Oh, ik zei het net al, het gaat kippen. Nee, het gaat kippen, omkippen, ja, het is Duits, inderdaad. Maar wat okay. ik zeg van de retail, wat je nu ziet gebeuren, op een gegeven moment is de retail zo klein geworden, de, de stenen retail, mm -hmm. de fysieke disk, uh, dat straks alles gewoon online gaat, weet je wel. En, 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 en ja, dan, dan is het klaar. En dat gaat op een gegeven moment ook gebeuren als Game Pass van 22 naar 25, naar 30, naar, naar, naar 40 miljoen gaat over twee jaar. Dat IEA zegt, hey, 40 miljoen mensen die FIFA gaan spelen, niet iedereen. Dat is... Gemiddeld geven ze dit uit per, per gamer? Het zijn allemaal mensen die nooit FIFA hadden gekocht, waarschijnlijk. Ja. Uh, nou prima, uh, laat maar komen, weet je. Dus moeilijke, uh, uh, ja, moeilijk verhaal uh, voor Sony. Um, de, 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 eindvraag: gaat, gaat, uh, gaat het Spaak lopen in UK? Wat kan, hè? Dan dat dan uh, de, uh, de, de, de deal in UK niet doorgaat. Dus ja, dat, nee, daar zijn dan, dan geen dan games. Nee? Nee. Ik, ik denk niet dat we het tegenhouden, maar ik. Ik geloof wel oprecht dat als Microsoft Activision Blizzard koopt, dat is niet goed voor de industrie. Oké. Okay. Ja, maar dat is zo duidelijk dat we daar zijn. Ja, 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 ja. Dat denk ik ook. Als we het hebben over grote partijen en uh, de, de, de invloed die ze kunnen hebben, deze vond ik wel grappig. Uh, Amazon, um, die zijn natuurlijk de makers van uh, The Rings of Power. Yep. Uh, ik las net dat de zoon van de baas van uh, Amazon. Deezels? Ja. Die heeft gezegd: Pa, als jij. Link, uh, Rings of Power opfuckt, dan, dan wil ik niet meer met je praten, zeg maar een soort van. Anyway. Um, Heftig. Alle reviews van IMDB tussen de 1 en, de, 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 uh, tussen 1 en 5 zijn opeens weg. En alles, alle positieve reviews staan er nog. Ja. En um, dat is natuurlijk een beetje wat er gebeurt. Dat, dat soort bedrijven zijn zo machtig. Maar waarom doen ze niks? En het waren niet, hè, soms heb je zo van die, die troll reviews. Is die het die goed die people... of niet? Is, is die serie goed of niet? Nou, zeg maar, waar, waar de kritiek op komt te staan. Ja. Is dat. Uh, de, de, weet je, ik heb het nog niet gezien. Dus ik kan er nog niet over oordelen. Hm. Maar veel genoemd is: het is woke bullshit. En, oh, en maar dus God, echt maar. Maar je hebt mensen die, die dat helemaal zien zitten. En dat daar juist echt van de toren schreeuwen: dit is fatweken. Vooral dat laatste. Ja, ja en, en je de tegenovergestelde... Dat is de massa, die hoeft dat niet. Ja, die meteen zeggen woke bullshit, en één ster geeft. En dat zien we tegenwoordig bijna bij elke release. Je hebt 105 ster reviews en 101 sterren reviews Er zit niks tussenin. Er waren ook een aantal mensen, ik heb die reviews gezien, die gewoon inhoudelijk, niet over woke, maar over de filming of de verhalen en dat soort dat is uniek al, hoor. En alles is weg. Er is nu gewoon geen één negatieve review meer. Op IMDB, maar op goed, oké, okay, maar dan ik, ik weet niet hoe het IMDb zaak ook is. IMDB zakelt. Is van Amazon. Oh, dat is van oh, nou, Ja, okay, maar dat, dan, dat is het de, dus. De, de, van, van, maar de bedrijven ja. worden zo machtig dat ze op een gegeven moment ook gewoon ja, Maar hele machtig, het, het is gewoon van hun. Ja. <laughs> dus het, ze, er is gewoon iemand opgebeld. Ze van, uh, vind je je baan leuk? Want <laughs> misschien <laughs> beter als je even die reviews weghaalt. Nou, dan waren de reviews weg. Dus ik denk eerlijk gezegd dat 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 is logisch. Maar je ja. gaat, ik bedoel, als die, als die serie kut is, dan ga je, dat, dat kun je echt niet onder stoel maar, ik bedoel, dat gaat op YouTube, gaat er vol mee staan. Podcasts mm -hmm. gaan het erover hebben ja daarom vind ik uh, het ook een, een beetje kansloos. Culture. van je moet het niet doen want je prikt alleen maar weer in die wond want nu gaat het alleen maar hierover. ja je krijgt barbara streisand effect ja want, uh, ja ja. Um, dan heb ik als laatste nog. Maar uh, ja, wel kut um, voor de zoon. En, uh, en Jeff Bezos en zijn ja. zoon. Weet je? Ja, die, heb het, nu, die, die hebben relaties nu die dus nee, relaties. Ja, goed. Dan ja. geeft hij hem gewoon wat geld. En dan is hij ook weer. Uh, happy. Ja, dat mijn Het is wel de Panker. duurste tv-productie <laughs> aller tijden. Ja, fucking oh, 50 ja. delen voor hoeveel miljoen? Honderden miljoenen. Ja, dus, 50 delen. Dat is ook wel erg veel. Is, 50 delen. De, zijn dat zijn de hele. Ja, vijf seizoenen of zo. Dat was echt verreweg de duurste productie aller tijden. Er kwam niks bij in de buurt. Nou, het niks. Wat in dollars. Ja, ja. Um, in India's roepies, dan even dit: iets wat best wel af en toe bij ons in de piepshow terugkomt. Nou, koos is erbij. Jij streamt zelf ook. Ik, ik, ik zat ook weer even op Twitch en ik zag weer in Nederland toch weer een aantal mensen die um, een soort van mental breakdown hadden. En waren gestopt met streamen, um, twee van de grootste Twitch-streamers. En dan hebben we het over Ninja en Pokimani. Pokimani, Pokimane, dat is een, een, een chick die hele toffe video's maakt, volgens mij over Pokémon. Oh. Geen ook Ik weet niet hoe ze eruit ziet, maar uh, uh, ja, het en, allebei, stond uit. en allebei hebben ze gezegd: uh, ja, ze, ze gaan niet weg, maar ja, ze zijn er een beetje klaar mee. Ze weten ook niet zo goed wat ze ermee moeten doen en het, 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 het wordt te zwaar voor ze. Maar dat, dat, dat dit roepen we wel heel lang. Ja. Um, Twitter streamen is loodzwaar. Kijk hoe oud skate geworden is. Kijk, als je kijkt. <laughs> <laughs> maar uh, nee, we hebben het hier ook vaak over gehad. Ik kan me herinneren dat uh, Shelly het hier ook wel eens over gehad. Omdat ja, die um, ja. uh, uh, daar dan heel erg ingedoken was. En zoiets had van: ja, dat moet mijn carrière worden. En dan al na drie maanden of zo zoiets van: tyf is. En dan, dan, dan vertelden ze wel eens van hoe ontzettend zwaar het is. En ik kan me ook voorstellen: het is een. Ja, het is gewoon echt een last. Het is hard werken. Ja, en, dat, um, ja, ik, en zeker die gasten als ze helemaal financieel binnen zijn. En jij zei op. ook van: I just need a break. I don't know when I'll be back or where. Um, en, en dan heeft hij gezegd: van super under the web. Het is ook allemaal zo. Maar zo heeft je social media account verwijderd, zie ik. Ja, ja. Het, 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 het is echt alsof mensen in één keer een soort van complete mental breakdown hebben. En ik zie dat zoveel gebeuren. Van, het is ook monomaan. Ik sprak laatst streamen, die zei van ja, ik zie gewoon mijn vrienden niet. Ik zit alleen maar op mijn fucking kamer uh, s'avonds te streamen. En uh, als je één dag of één week niet streamt, uh, dan, uh, dan lig je helemaal. Uh... Oh ja, man. ja. Dat, nou, maar dat, dat gaat is heel het... hard. Maar dat gaat toch niemand volhouden? Maar weet je wat ik niet begrijp? Jij? Ja. Dat vind ik heel raar. Stel je voor, je bent een succesvolle Twitch-streamer, zoals ja. bijvoorbeeld uh, Ninja of ja. Pokémon. Laten we even twee random figuren noemen. En je hebt een, een bereik van tegen de 10 miljoen, of zelfs in het geval van een jaar, wat was het? Ja. 16,3 miljoen. Er komt toch een moment dat je zegt van, weet je wat? Ik ga een bedrijfje ik, beginnen. Ik ga een bedrijfje beginnen. Ja, nee, ik neem ja. een paar getalenteerde streamers aan. Ja, ja. Die zet ik allemaal in Weet je wat? Ik koop een vette mansion en ze gaan allemaal live streamen. Ik promote ook nog ze dus, een ja, beetje. Af en toe doe ik mij. Ik ga naar Gamekings kijken. Kijk, hoe doen die gasten dat eigenlijk ja. al twintig jaar lang? Maar het is toch logisch dat je dat niet helemaal zelf blijft doen? Je gaat dat toch uitbouwen? Nou, maar voor, vooral dat. Want die, 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 die mensen zijn uren en uren in een eentje aan het streamen. Ja. Uh, dus je moet vaak wel in je eentje de content maken. Je hebt continu de druk van ja, je moet wel entertainend zijn, ja. je moet een beetje grappig zijn. Je moet ook nog een beetje kunnen gamen natuurlijk. Maar die hebben ook zo'n miljoenen publiek. Ja. Die hebben geen persoonlijk contact en verbinding meer met, met, hun, met hun publiek. Ja. Dus dat is ook niet waarvan, soms heb je wel soms heb je gewoon geen zin om te streamen. Maar, ja, of zo, maar dat doe je toch wel heel ze van... Maar dan dat zie je een paar mensen uit de chatten dan. Oh ja, die geven je een beetje energie. Bij ja. Gamekings maken we ook al twintig jaar iedere dag content. Maar. Je hebt altijd even mensen waarop je kunt hangen of bouwen, die, die je even wat meer energie kunnen geven als jij het even niet kan leveren. Maar en er is één ding, moet je niet vergeten: uh, en dat heb ik zelf ervaren. Want ik bedoel, extreem één keer per jaar, uh, dat is veel. <laughs> maar um, als iemand zich subscribe op jouw kanaal. Dan voelt het, voel je, het als, ja. voelt het alsof je wat verplicht bent. Ja. En dat betekent als iemand een subscriptie van een maand neemt, nou dan heb je toch zoiets van. Nou, dan moet ik deze maand toch zeker wel x aantal keer streamen. Weet je? En dat is uh, laat staan als 9 miljoen mensen zich subscriben op je kanaal. Kun jij dan een week op vakantie? Twee weken op vakantie, drie weken op vakantie? Ja, dat kan wel, maar dan ben je daar ook aan het streamen. Wat ze, zo, wat ze vaak doen. Ja, maar ja. maar, de, maar, maar dat is de, de dat druk. Nee, ja. Nee, ja. Dat ja. Dan dan krijg je een burn-out op een gegeven moment. En wat ze ook, aan en Pokémon, uh, uh, die gaf dat vooral aan van creatief. En dat merk ik wel, want ik hou het wel redelijk in de gaten. Van, het is allemaal hetzelfde wat er gebeurt. Weet je? Er worden ja. niet andere producties gemaakt. Het is gewoon iemand die achter. En dan moet je hem gaan gamen. En dan moet je weer gewoon iets maar, gaan doen. Of je begrijp, kan een subaton doen van 24 uur of 68 uur of 100 uur. Maar weet je wat ik niet begrijp? Ik bedoel. Wij doen dit, weet je. We hebben zo'n bedrijfje, weet je. We zijn hier niet met honderd man bezig content aan het maken, maar we doen het met uh, weet ik wel, man. tien man in totaal. Ja, ja. Um, ik durf mijn hand voor in het vuur te steken dat zo'n zo ninja die, die zet 10 keer om wat wij omzetten, als mm -hmm. het niet meer is. Ja, ja meer hoor. En we, <laughs> nou goed, meer. veel meer waarschijnlijk. Waarom doe je dat? Ik? Omdat je al het geld dan zelf kan houden, misschien? Nee, man, dat is toch geen. Ik bedoel, nu heeft hij een burn-out. Weet je? Nu ja, nee, is... nee. Dat weet ik. Maar ik denk, ik denk dat dat het probleem ook is in Nederland. Waarom, waarom mensen niet met elkaar gaan denken? Weet je, wat gaan we gewoon een soort van. Ja, bijna is het een televisiekanaaltje beginnen met verschillende streamers en iedereen doet het twee dagen of maar, zo. Maar waardoor je maar geen ervaring mee, dus je moet eerst tegen de lamp lopen om, ja. om, om dat te beseffen. En ik denk, nu na zijn Bernhard gaat hij misschien wel een maar bedrijfje de... starten met, met streamers. En weet je wat ik op. denk? Ik denk dat het met Twitch te maken heeft, want dat je zag het namelijk in die um, in het begin van je die wordt YouTube wel heel erg gepusht. Ja, om Nou, in het begin YouTube kanalen deed het wel. Uh, Angry Joe uh, schiet me te binnen bijvoorbeeld, weet je, die had al vrij snel die andere Joe ja. en nog een guy, er waren we met z'n drieën en hadden ze. Volgens mij nog een redacteur erbij. Weet je. En dat werd langzaam, werd dat content. Maar het probleem is dat je die... Um, de manier waarop social media nu in elkaar zit... is dat het, het is zo character-driven zoals dat heet. Dus het draait zo om die ene persoon. Ja. Je ziet hetzelfde als hier bij de grote podcasters. Joe Rogan, uh, uh, Tim Dillon, uh, uh, Lex Friedman. Al die gasten, toevallig wat gasten die kijken. Um, weet je, dus zie je nooit iemand anders zitten bij zo'n kanaal. Nee. En het is niet... Dat het slecht is, want als ik naar Joe Rogan podcast kijk, zou ik het heel raar vinden als er iemand anders bij zit. Wat ik niet raar zou vinden is als je doet wat uh, NW Joe de en wat wij doen, is dat Joe Rogan er zit met nog iemand daarnaast. Ja. En uh, uh, steeds nou, maar, dezelfde tweede naast. Alle grote YouTube-kanalen doen dat ook gewoon. Ook, ook waarvan je denkt, Marcus Brownlee en gasten die in een eentje het gezicht zijn van een kanaal, die hebben, die hebben uh, redacteuren, die hebben schrijvers, ja. die hebben alles gewoon aan boord. Ja, die zien niet voor de camera. Maar <laughs> die zijn er wel, ja. ja, maar dat is wel om hem te ondersteunen. Anders, anders hou je dat niet vol. Ja, ja, ja. Nee. ja nee, absoluut. En uh, natuurlijk een beetje onzalig is ook de, de, de druk van Twitch om uh, als je meer wil verdienen, dan moet je nog meer streamen, nog langere uren maken. Um, nou ja. ja, maar dat bedoel ik. Je bent Wat er zelf ik zei, zelf bij maar... het ligt aan Twitch. Maar ja. Het, het... Ja. Misschien is dat niet helemaal eerlijk. Misschien ligt het aan de dynamiek tussen Twitch en maar, maar dat maar Twitch. Maar Twitch beloont inderdaad wel gewoon hoe langer je doorgaat, hoe beter. Ja, is ja. een beetje on onzellig. Uh, dan, ja, daar komt hij dan. Het depressieve bericht. Uh, met dank aan Boris. Uh, je weet het allemaal, uh, de prijzen van uh, ja, elektra en gas die gaan fucking zes hoog door de daken heen. Uh, ik las net 31% gasprijs gaat weer omhoog. Um, nou, iemand heeft dus een beetje uitgezocht. Dat is een, een tech-journalist, uh, uh, volgens mij uit Engeland. Het uh, current electric. electricity prices leaving an Xbox Series X on standby its default switched off mode will cost you 132 pounds a year that is, denk ik, 100. 80 euro? Nou dat zit volgens mij dichter bij elkaar tegenwoordig. Oké, okay. nou laten we zeggen 150 euro per jaar. Uh, dip into settings en toggle it over to energy saver. By contrast, de PlayStation 5 default kost around 4 pounds. Hoe, dat, dat verschil, dat is sowieso al het meest bizarre. Ja, dat, maar het, het gaat erom, uh, over die definitie van standby. Dus als je, je gewoon je Xbox uitzet, zodat het lampje uit is, staat hij niet uit. Hij staat nog van alles en nog wat te doen. Ja, okay. en dat is waar dit over gaat. Weet jij, als ja. je gaat kijken of er updates zijn, weet ik veel wat. Dit is een hele goede tip. Um, eh, sowieso uh, was ik me aan het verdiepen in wat het kost om te uh. gamen met deze. Ik bedoel, zoals iedereen weet, uh, de prijs voor elektriciteit gaan echt uit. Ja, 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 ja. Die zijn hoger uh, dan prijs voor gas en, uh, en benzine, dat soort dingen. Um, ik heb heel eventjes net snel uitgekeken uh, wat een Xbox kost als je speelt. Een Xbox Verbruikt ongeveer uh, 260 watt met de televisie erbij. Door, ja, er twee jaar tegelijk. Ik dacht dat het veel meer was dan dat. Game-PC's zijn echt veel duurder yeah, dan yeah, dat. Yeah. Uh, maar goed, een Xbox 260 watt. Um, je betaalt straks, uh, volgens mij, uh, gaan we de prijzen in Europa richting de 1000 euro per megawattuur. Ja. Uh, Even, uh, uh, hoop dat ik het goed heb. Een uh, megawatt is 1000 kilowatt. Dat betekent dat je ongeveer 1 euro betaalt van kilowattuur. Dus als je een uur lang. je Xbox aanzet voor 62 watt. Dan is dat ongeveer 33 cent? Ja. Uh, om je een voorbeeld te geven, dat kostte uh, uh, meer, iets meer dan een jaar geleden kostte dat ongeveer 6 cent. Ja. Dus dat, uh, uh, dat is hoe duurde 33 cent om je Xbox een uur aan nou, te staan? Wat het net goed. over Twitch. Hoe, hoeveel Twitch streamers zullen we wel niet stoppen ja. deze winter? Maar voor 33 cent per uur? Nee, nee het simpelweg, ik, ik merk al van. Ik, ik doe al sowieso niet zo heel veel thuis. En ik heb mm. een relatief nieuw spulde. wat dus ook relatief uh, weinig stroom gebruikt. Mm. Maar ik zit nog steeds. door het streamen. Uh, verbruik ik evenveel als twee personen. Uh, aan elektriciteit. Ja. En, en, en dat gaat hard. Want ja. je PC staat te loeien. Ja. Je Xbox staat te loeien. Er staat een lamp op je kop uh, ja. te loeien. Camera staat aan. Noem het allemaal maar op. Ja, ja je, je kan. Ik moet wel even zeggen. Van, ik heb me er ook een beetje in verdiept. Je kan echt een hoop besparen. Hoor, want ik, ik haal alles voordat ik naar mijn nest ga alles gaat eraf dus ook, ja, ook gewoon dat al, al, ze ook. Al, alle stekkers gaat er een, allemaal een, af een, een knopje uh, ja. uh, gewoon om de heleboel uit te zetten. Ik heb het allemaal op en zo'n grote ding en dan gewoon hoppakee ja. klik aan. Uh, mijn telefoon laat ik niet meer s'nachts op, want dat staat dan ook een aantal uren te, te loeien. Uh, sterker nog, zelfs een adapter die gewoon in je laptop staat terwijl je laptop uit is. Ook gewoon eruit te halen, ook uit het stroom. Het scheelt allemaal wel. Maar het, het is ja. schrikbarend. Um, ja, het, het, worden, het worden rare tijden, ook voor gamers. Uh, laten we hopen ja, ja, goed, laat, ja, dat dat, 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 dat ik, meevalt. Maar ik ja, denk dat we heel veel donation goals gaan zien voor een elektriciteitsrekening. ja. ja. Dan moeten Geen wij alles. donations geven aan jullie thuis, zodat jullie nog kunnen gamen. Zodat jullie weer kunnen kijken. Ja, nou, whatever. Dat wordt toch heel ingewikkeld. Um, deze week nog een piepshow speciaal: Bos en ik over de Gamescom. Met name de zakelijke kant. Was het nou een succes of niet? En zit er nog toekomst in dit soort grote evenementen?